Hartelijk welkom bij de aprileditie van Veilig Westland. Ook in deze onwerkelijke periode van het coronavirus is het van belang om te informeren over veiligheid in het Westland. En natuurlijk houden ook wij rekening tijdens de opnames met de regels vanuit het RIVM. Natuurlijk ga ik vandaag wel weer de regio in met de buurtveiligbus. Zo spreek ik burgemeester Arens na zijn bezoek aan een dorpskern en ga ik langs bij de GGD voor een nieuwe corona-update. Maar nu eerst heb ik afgesproken met de politie. Op allerlei plekken ontstaan hele mooie initiatieven om kwetsbaren te helpen met boodschappen koken. Dat is uiteraard hartverwarmend, maar te triest voor woorden. De politie wil u vanavond ook extra waarschuwen voor oplichters die dat coronavirus aangrijpen om zichzelf te verrijken. Maar waar we goed op moeten letten is dat bijvoorbeeld op internet winkels ontstaan die allemaal producten aanbieden zoals mondkapjes, desinfectiemiddelen en dat soort zaken. Zo is deze site inmiddels naar klachten uit de lucht gehaald. Hier werd de naam Mamex BV gebruikt. Dat is een bestaande, wel betrouwbare groothandel. Zelfs de contactgegevens waren gekopieerd uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel. Maar Mamex.eu was een webshop van criminelen. Er zijn inmiddels ook alweer een aantal apps verschenen die met het coronavirus te maken hebben. Wees voorzichtig die te downloaden, want je weet niet in hoeverre men ze kunnen inbreken in je computer. Alles wordt geblokkeerd en men vraagt wel geld ervoor om alles weer te deblokkeren. Dus let daarop. Dat is een van de belangrijke dingen. En ja, de e-mails die binnenkomen van banken en bedrijven die iets van je willen. Er gaan nu bijvoorbeeld nepmails rond dat je een gedesinfecteerde pas kunt bestellen bij de Rabobank. Ook dat is een mail van oplichters. Laat niet iedereen zomaar binnen. Laat niet iedereen je zomaar helpen. Kijk meer in de familie of er mensen zijn of buren, mensen die je echt goed kent. Laat die mensen jou helpen met de boodschappen of andere dingen. Maar laat echt geen vreemde mensen dingen voor je doen. Kortom, wees heel voorzichtig op internet. Ga niet zomaar klakkeloos alle linkjes aanklikken. Wees daar voorzichtig en terughoudend mee. Wees er ook van bewust dat ondanks dat we met z'n allen ons best doen om het coronavirus in te perken, dat er ook een partij is die daar weer misbruik van probeert te maken om achter je geld aan te komen. Dus wees gewoon heel voorzichtig op internet. Wij zorgen voor de regulering van de in- en uitstroom van de klanten bij de Plus. En bij de uitstroom ontsmetten we de winkelwagens daarna. Ik vond het wel heel leuk met de wc-rol. Je kunt beter deze hamsteren dan die van papier. Gaat wel door of nee, nee, ook niet? Op het moment leggen we helemaal stil. Omdat het toch, is helemaal gesloten? Ja, omdat ik vond het niet veilig genoeg voor de mensen. Alleen je merkt ook wel dat het voor betalingen van de nieuwe reizen gewoon heel lastig is voor heel veel bedrijven, omdat voor hun ook er bijna geen inkomsten zijn. De particulier die komt nog, die koopt nog. Dus hier wel een verschuiving, hè? Geen verjaardagen, geen feestjes. Burgemeester, waarom vindt u juist nu een bezoek aan de dorpen zo belangrijk? Ja, om in ieder geval ook van de ondernemers, de winkeliers te horen hoe het ermee gaat. Ze ook een hart onder de riem te steken, want ze maken natuurlijk ook moeilijke tijden door. Voor een groot aantal winkeliers valt natuurlijk een groot deel van de omzet weg. De vaste lasten gaan allemaal wel door. Dus toch wel heel veel waardering voor al die ondernemers die ook het land ook nu, de economie van het land ook nu draaiende houden. De kleine ondernemers, dat zijn de steunpilaren van de economie in Nederland. En het is juist vanuit mijn invalshoek goed om dan ook even een hart onder de riem te steken. En wat heeft u zoal bij de winkeliers gehoord tijdens uw ronde? Nou, allereerst hoorde ik natuurlijk iets van zorg. Hè. Zorg over de gezondheid, maar ook zorg om natuurlijk om hun eigen bedrijfsvoering. Mensen zijn toch wel bezorgd over hoe lang gaat dit duren. En wat ik ook zie is dat een heleboel ondernemers worden inventief, maar die gaan nieuwe dingen ondernemen om te kijken van hoe gaan we dit nu toch met elkaar handelen. En dat is mooi te zien dat die veerkracht er ook in zit.
Het was afgelopen weekend erg mooi weer. Hoe is het in het Westland verlopen? Gelukkig is het in het Westland eigenlijk heel goed verlopen. Het afgelopen weekend met het hele mooie weer. Er waren wel een paar plekjes waar het wat drukker was dan normaal. We hebben ook weer wat aanvullende maatregelen getroffen. En dat is allemaal gelukkig heel goed gegaan. De enige klacht die ik nu nog wat hoor is dat de wielrenners, dat die toch nog wel in grote groepen soms bij elkaar fietsen. En ik wil ook tot die groep sporters zeggen van, gaat u nou niet meer met grote groepen op stap. Zorg nou dat u met 2 of 3 man op stap gaat en houd afstand van elkaar en hou een beetje rekening met elkaar. Want dat kan ons allemaal helpen om te zorgen dat al deze problemen rondom het coronavirus zo kort mogelijk duren. Duidelijk, we moeten dit samen doen. En dat doen we eigenlijk al best wel goed. Maar laten we zorgen dat we dit ook echt met elkaar goed volhouden. Vorige maand vroeg ik inwoners in Naaldwijk naar hun gevoel over het coronavirus. Beetje overdreven. Ik heb er geen last van. Ik geloof niet dat ik daar nog over in de was. Het al nu al. Ik maak me geen zorgen. Ik ben daar echt niet bang voor. Dat kan je helemaal niet meer leven. Maar op donderdagmiddag 12 maart veranderde alles. De coronabesmettingen en doden begonnen serieus te worden, waardoor de regering met ingrijpende maatregelen kwam. Iedereen in Nederland blijft thuis. Evenementen, bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Mensen wordt dringend verzocht bezoek aan kwetsbare personen, ouderen en personen met verminderde weerstand om dat bezoek te beperken. Wat kan ik doen om besmettingsrisico's te verkleinen? De belangrijkste regel voor iedereen is: was je handen regelmatig. En daarnaast, als je moet hoesten of niezen, arm voor je mond. En gebruik een zakdoekje maar 1 keer. En de tips van voorheen, die gelden nog steeds. Dus nog steeds, hou afstand, hoesthygiëne, dus in je elleboog hoesten. Frequent handen wassen en ja, uit de buurt blijven van zieke mensen. En nu, doordat bijna alle mensen zich er vrij goed aan houden, krijgen we het virus toch een beetje in bedwang. Hè? Het virus verspreidt zich minder snel. En dat moeten we vooral volhouden, want anders zien we wat dat betreft de aantallen zieken weer drastisch toenemen. En ja, er wordt ook volop onderzoek gedaan naar medicijnen, naar vaccins. En hopelijk lukt het toch binnen afzienbare tijd om een goed vaccin te ontwikkelen. Want dat zou dus de zaak drastisch kunnen verbeteren. Dus probeer de adviezen zoveel mogelijk te handhaven. En verder, de situatie heeft ook een aantal nare gevolgen voor mensen, hun bedrijven, hun werk. Ouderen die minder bezoek krijgen, et cetera. Dus probeer elkaar te ondersteunen en te helpen, want het is echt nodig in deze moeilijke tijd. Ik zou willen zeggen, mensen, hou de maatregelen vol. Denk om je eigen gezondheid, de gezondheid van je familie, je buren, et cetera. En wat dat betreft, blijf thuis. Zoek elkaar niet op. En ga meer bellen of een kaartje sturen of dat soort dingen. Dus zorg dat het virus niet van de een naar de ander kan overspringen. Dit was Veilig Westland voor deze maand. Blijf ons volgen op social media en graag tot de volgende keer.